een half uur de tijd om de tractaties klaar te maken. Kijk, ik heb het ook heel druk, nu ook heel veel opdrachten en dergelijke. Hey, goedemorgen. Het is zondag. Welkom bij een nieuwe vlog. Veel plezier met kijken en doe een duimpje omhoog. Gaan we naar het feestje van mijn zus en mijn neefje. Dus kom jongens. Hop. Go. Is de achterdeur dicht? Ik heb een kijker aan. Oh, het kuikentje zit er. Oh, kijk daar is hij. Zo, hier word ik dus echt zo blij van, hè. Het liefst zit ik altijd buiten. Het is nu ook niet echt heel warm of zo. Maar ik dacht, oh, ik ga lekker even in de tuin zitten. Even het blogje van morgen tikken. En dan, kindjes zijn boven. Finn is aan het werk op de zaak. Dus heb ik even tijd. Goedemorgen, het is maandag. Sophia die ga ik zo wegbrengen naar schooltje. Senna is al naar school. En dan ga ik lekker werken vandaag. Best wel veel doen. Dus onder andere ga ik even een shoplog maken. Filmen en maken. En ik heb nog wat opdrachten staan die ik mag doen vandaag. Dus ja, dat wordt wel een lekker productief dagje, hoop ik. Mag ik nog die dingen? Mag ik die... Die krijtjes? Nee, die andere dingen. Welke dan? Oh, die net zo'n grote gat. Dan moet je maar eens laten zien. Zit het ook in de tas? Nee. Dit is Sophie. Jezelf je haar borstelen. Ja, mama is zo jaloers op jouw lange haar. Oh. Oh, wat een pokken weer. Het regent alleen maar. Morgen is Sophie jarig, 29 mei. En dan zeggen ze dat het wel heel mooi weer... Of nou ja, ik zag net... Ga maar stampen in de plas. Dan wordt het 90 graden met zon. Dus ik hoop dat het dan wel heel mooi is. Jee. Oh ja, Sophie wilde per se de haar los vandaag. Ik mocht geen knipje in doen. Helemaal niks, hè Sophie? Nee. Nou, vanavond eten we super makkelijk, want vinden ze niet, dus ik heb geen zin in gedoe in de keuken. We eten zoete aardappels en kippenvleugels. Papa is weg. Papa is weg, hè. Slaap lekker, Sophie. Yes. Slaap, liefie. Senna? Zo, het is nu dinsdagavond en morgen 29 mei is Sophia jarig. En ik dacht, ik ga haar cadeau vast in elkaar zetten. Want ik weet toch precies hoe dat gaat. En wil ze morgen voor de seat zitten, wil ze gelijk mee spelen. En morgen moeten ze allebei naar school naar de opvang. Dus ik kan hem maar beter gewoon klaar hebben. Dus dat ga ik doen. Ze krijgt van ons dit. Deze. Mijn nichtje heeft die ook. Dat is zo'n microfoon. En daar wil ze altijd mee spelen. Dus ik dacht, nou, dat is echt een ideaal verjaardagscadeau. Jullie zullen hem misschien wel kennen. Het is volgens mij echt super populair. Maar die ga ik even lekker uitpakken nu. Ik ben nooit zo goed in dingen in elkaar zetten, dus ik dacht het wordt echt niks. Maar ik heb hem in elkaar. Tada! Zo leuk. Alleen, ik denk dat daar... Ja, ik ga ze niet met mijn iPhone laten spelen, dus ik geef wel even een oude. Ik denk dat hij gewoon aangesloten moet worden op de... Even kijken hoor. Oh joh, de kist. Ja, die lichtjes. Tijd voor een show! Vrij spelen! Het is tijd voor een show! Ik maar even geen kinderen wakker maken, maar
Ik ga er morgen wel even op kijken hoe het werkt. Maar superleuk. Ik ga kijken of ik nog even ballonnen kan vinden om hem te gaan versieren of zo. Zo, nou, ballonnen heb ik gevonden. Kijken of ik nog leuke slingertjes kan vinden. Hey, goedemorgen. Sophia is jarig. Yay! Ik ben alleen helemaal buiten adem, super gestrest, want nou, vanmorgen moest de kinderen naar school, Sophia naar de opvang, die heb ik nu net gebracht. En nu heb ik een half uur de tijd om de tractaties klaar te maken. Het is fruit, dus ik kon het ook niet, of cupcakes met chocola en fruit. En ik kon dat niet eerder doen, dus dat ga ik nu heel snel doen en dan moet ik daar weer naartoe. Dus het is echt heel druk en vinden ze natuurlijk niet, dus het is echt... Maar goed, en ik krijg vanmiddag een heel vol huis, daar heb ik heel veel zin in en ik moet nog werken. Maar goed, komt goed, komt goed. Ik ga snel beginnen. Wat ik ga maken is cupcakes. Ja, ik had ze zelf kunnen maken, maar ik heb ze even kant en klaar gekocht. En dan doe ik daar fruit overheen met gesmolten chocolade. En dan van deze sprinkeltjes. Deze. Nou, ik ben benieuwd. De chocolade smelt niet zo snel. Oh. Zo, dit is geworden. De cakejes die Sof gaat trakteren zitten al in de tas. Deze heb ik over. En nu heb ik 10 minuten om naar Sof te gaan. Acht kinderen liggen op bed en we hebben een hele fijne verjaardag gehad vandaag met Sophia. Veel cadeautjes gehad en veel familie en ja, het was echt super leuk. We hebben echt met z'n allen gegeten in de tuin, het was echt heerlijk. Dus ik heb echt genoten, ik vond het echt heel fijn. Alleen nu ben ik echt heel moe, ik zie er ook slecht uit want ik ben gewoon moe. Dus ik ga opruimen nog even en dan ga ik een serie kijken, denk ik. Nou, en ik had nog niet helemaal verteld over Vincent die weg is. Nou, hij is nu voor zijn werk in Barcelona een paar dagen. En nu is het zo dat in de zomer altijd, hij doet mee met marathons en trail runs. Dus dat betekent dat hij de komende tijd ook weer wat vaker weg is. Op zich vind ik het, ja, soms... kijk, ik heb het ook heel druk, nu ook heel veel opdrachten en dergelijke. Dus dan is het wel even lastig, maar op zich gaat het met de kinderen heel goed. Dus dat is wel fijn, het is alleen even een balans zoeken, zeg maar. En, maar goed, ik heb ook wel hulp van mensen en dat is, ja, dat is wel echt super fijn. Goedemorgen, het is donderdag, ja. We zijn schooltje aan het spelen. Kindjes waren al super vroeg wakker om 6 uur. En dit leuke spel... heeft Sophia van mijn zus gehad. Dat was super leuk. Dus dat gaan we nu even doen. Ik moet ook even kijken wat het precies allemaal is. Ja, lijkt hij op deze. Wat vind jij leuk op school? Ik vind knutselen leuk op school. Ja. En is er nog iets wat jij leuk vindt op school? Ja, nou. Schrijven, maar daar staat hier niet bij. Oh. Ofwel, nee, maar niet. Oké, okay. Nou, dan gaan we nu lezen, ja? Ja. Zo, we kijken lekker Casper en Emma. Ik heb wat kaarsjes aan, want het is somber buiten. Nee, dat is niet saai. Ik vind het al best wel. Dus heb ik al. Ja, yeah. We zitten lekker. We hebben de dekens allemaal gehaald uit bed. Gaan ze samen op wintervakantie. Ja, gaan ze op wintersport. Leuk. Zo, het is nu 11:55 en ik ga lekker middag eten maken. We eten deze. Hier zit alles lekker in. Is super fijn. Dus dan ga ik lekker snel koken. Zo, super lekker dit. Nou, lekker eten. Hè? Zo, we zijn alweer een heel stuk verder. Volgens mij is het 5 uur.
Ik heb lekker broodjes gemaakt. Of nou ja, ze moeten in de oven nu. Gaan we die lekker zo eten. Gaan we lekker steppen. Hè? Ja, maar dat geeft niet. We halen Senna wel weer in. Wij gaan Senna achter. Ja. Oh, hey, goedemorgen. Het is vrijdag en het is mooi weer. We gaan even naar de winkel om boodschapjes te doen. Zo op de step. En vanmiddag komt een vriendinnetje vast, hè? Dus dat is wel gezellig. Ja. Mama, mag er maar. Ja. Zelf? De witte auto hadden we vroeger ook. Hadden we die vroeger ook? Ja, toen wij naar vakantie gingen. Mama. Oh, oké. Okay. Zo jongens, ik probeer mijn camera even zo te houden dat jullie niet alle troep op de achtergrond zien. Want er zijn net weer allemaal dozen bezorgd. En ik mag niet klagen, echt niet, dat weet ik wel. Maar ja, ik moet bijna groter gaan wonen om alles kwijt te kunnen. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie voor het kijken. Superleuk. Ik wil nog iets vragen en ik zat te twijfelen om het te doen. Maar ik dacht van ja, ik merk bijvoorbeeld dat de laatste tijd mijn vlogs achteruit lopen in kijkcijfers. En ik vlog natuurlijk omdat ik het heel erg leuk vind. Maar ja, het kost heel veel tijd en heel veel werk. Dus ik dacht, als ik beter kan worden... Ja, dan hoor ik dat heel graag van jullie. Dus ik hoor heel graag wat jullie van mijn vlogs vinden. En wat anders zou kunnen of leuker zou kunnen. Of... Nou ja, laat het even achter in een reactie hieronder. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Je kan hier abonneren en je kan hier nog wat leuke video's terugvinden. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!